BAM kwam deze ochtend met een enorme teleurstellende mededeling. Er is opnieuw een groot verlies op geleden en met name bij twee projecten, één in Engeland en één in Duitsland. Een van die projecten had problemen met de grondomstandigheden. En ja, volgens mij moet je als bouwer dat soort dingen zelf al in de gaten houden. Dat moet je van tevoren in je offerte meenemen en daar al onderzoek naar doen. Dus dat lijkt erop alsof ze toch wel operationele problemen hebben om dit soort grote projecten onder controle te krijgen. Daarbij is vorig jaar al een hele grote winstwaarschuwing geweest. Ook met het eerste halfjaar waar ze 5 projecten enorme cost overruns hadden. En toen waren er al heel veel twijfels en dit lijkt dus geen toevalligheid te zijn en echt gewoon een structureel probleem. Het betekent vooral dat een heleboel beleggers zullen twijfelen aan de geloofwaardigheid van bouwen en hoe ze hun projecten kunnen inschatten. En dat is toch wel een cruciaal onderdeel van het bouwen. Vandaag kwam ook Ballast met cijfers, die hadden al eerder winstwaarschuwing gegeven. Ook op basis van een aantal projecten die waar kosten overruns zijn. In dit geval in Nederland bij het bewuste A15 project bij Rotterdam. Dat was een groot project, 600 miljoen, maar dan toch nog een enorm verlies voor rond de 60 miljoen. Als je beseft dat de Ballast maar 80 miljoen beurswaarde heeft, geeft aan hoe groot dat verlies is ten opzichte van hun eigen waarde. Daar is de emissie al aangekondigd van 30 miljoen. Die is grotendeels onderschreven. En er zal dus ook wat dat betreft weinig verrassingen zijn. Maar die hebben de verliezen eigenlijk al achter de rug. Het betekent nog steeds dat zelfs na de emissie het bedrijf er balansmatig nou niet echt ruim voor staat. Dus het zal van hieruit echt wel wat beter moeten gaan. Anders hebben ze nog steeds de financiële situatie niet helemaal onder controle. Ja, dat geeft natuurlijk te denken over de derde grote bouwer in Nederland, Heijmans. Als ik daar gewoon zie dat ze de problemen eigenlijk al veel eerder hebben gehad dan de andere bouwers en veel eerder order op zaken gesteld hebben, ben ik wat minder bang voor Heijmans. Maar ja, deze twee voorbeelden geven wel te denken en ik denk dat ook Heijmans in het koersgeweld van de andere twee meegesleurd zal worden. Dus het zal geen positieve beursdag voor de bouwers zijn.